voel je onterecht behandeld door Ajax daarin? Goeie vraag, onterecht behandeld. Ja, ik had wel meer krediet verwacht, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk is het de keuze die ze hebben gemaakt. Uiteindelijk heeft het mij wel geholpen om sterker te worden. Ja, nu zit ik gewoon bij Reims en ik ben gewoon blij met hoe mijn carrière is verlopen. Mm-hmm. Alleen natuurlijk, als je bij Ajax 1 zit, je speelt goede wedstrijden bij Jong. Je wordt gewaardeerd. Je breekt je contract open. Dan verwacht je inderdaad wel meer waardering, maar ja, so be it.